Hoi, ik ben Steffi en dit is Time Out en de eerste vlog ooit. Samen met jou ga ik op zoek naar de tofste job in de sportwereld. Vandaag gaan we naar de VRT en we brengen een bezoekje aan de nieuwe studio en de Extra Time Studio. Daarna praten we ook even met Aster Nziemane. Hij is sportanker en sportjournalist en geeft ons enkele tips om zelf aan de slag te kunnen. Before further ado, op naar de VRT! Uit de M&M-stal eigenlijk. Ik ben hier op VRT in 2014 begonnen als presentator bij M&M. Maar ik had altijd al een grote voorliefde voor sport. En zo, ja, eens dat je op de VRT zit, is de stap naar de sportredactie of naar andere redacties redelijk klein. De voordelen? Dat is mijn favoriete job. Enfin, dat was mijn droomjob. Ja. Dus ik mag elke dag doen wat ik heel graag doe. Ik ben een grote voetballiefhebber en ik mag de leukste sportevenementen, ik mag de leukste programma's presenteren, dus dat is voor mij het voordeel, ja. En de nadelen? Maar, het is veel werken, maar dat is dan ook weer niet erg, want je doet het wel heel graag, al blijft het wel als werk aanvoelen natuurlijk, want het is niet omdat je iets heel graag doet, dat je s'avonds niet moe zit als je thuis bent. Heb je tips voor mensen die in de sportjournalistiek werken? Werk aan je taal. Taal is sowieso belangrijk. Dat is het belangrijkste wapen als journalist, om te communiceren met de mensen. Veel sport kijken gewoon. Echt. Hoe meer dat je weet, hoe beter gewapend dat je bent. Want dat is, dat wordt toch van je verwacht. Hè. Ik bedoel, als je ervoor betaald wordt voor deze job, moet je wel een bepaalde kennis hebben. Je moet geen professor zijn. Maar gewoon hoe meer sport dat je beleefd kijkt. Er zijn honderden mogelijkheden om al met je vak bezig te zijn. Eigenlijk, ga bij een studentenradio, zoals ik heb gedaan ooit. Schrijf voor een magazine van een andere niveau of zo. Er zijn heel veel mogelijkheden om al aan je kwaliteiten te werken. Om aan je skills te werken. Dat was de VRT. Misschien nog even opsommen wat we geleerd hebben. Ten eerste, werk goed aan je taal, want dat is super belangrijk. Ten tweede, blijf goed kijken naar sport. Al is dat misschien iets moeilijker nu in de coronatijden, want alles is afgeschaft. Ten derde, blijf goed op de hoogte van alles, want dat wordt ook van je verwacht. En ten vierde, werk heel goed aan je skills, want die heb je later super hard nodig. Zo, dat was het dan. Vond je het interessant of heb je zelf nog tips? Laat dan zeker een reactie achter hieronder. En wil je niets missen? Volg me dan zeker op sociale media. Tot de volgende keer!